Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom op deze 6e aflevering van Major Minor, de complete editie. Dus jullie kunnen alles zien, achievements, het volledige verhaal. Het is niet zo dat het op een gegeven moment ergens ophoudt omdat het niet de volledige editie is. Ik heb er de afgelopen dagen aan gewerkt om weer op het punt te komen waar ik de laatste keer ben gebleven. En dat heeft echt wel even geduurd, want je moet dan al die tekst skippen. Dus daar gaan we nu verder. We zijn op weg naar het Maid Café in een gedeelte van Tokio waar we net zijn aangekomen. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten en laat mij het werk doen. Voordat ik uit de limo stapte was ik bang. Ik vertelde niet precies wat het nou was. Terwijl toen ik eenmaal Akihabara zag, veranderde het allemaal. Ik heb er eerder foto's van gezien. En ik heb het nu opgezocht online. Maar het was anders dan al het andere. Foto's geschreven. Nou, wat denk je? Het is geweldig. Ik geloof het bijna niet. Het is nog mooier dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Dus, waar is het mee? Ik heb hier al jaren van gehad. Geen zorgen, het is niet ver meer. Het ziet eruit dat ik nu over met jullie kan praten. Het is niet meer nodig voor de geheimen. Ga naar Café Chat. Het is een populaire plaats. Wachtlijst van een paar maanden. Ja, maar ik weet niet wie jullie zijn. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden hier en daar. Zeker voor de gelukkige twee. Geloof me, ik zit niet bij de basis. Ik heb ervoor kunnen zorgen dat jullie 96 hebben. Je hebt gelijk nu. Nou ben ik een paar maanden geleden naar Kobo geweest. Die wil ik nu gewoon op mijn kanaal zien hoe het daar was. En daar had je ook een mee. Maar daar moet je ook zeker een tijdje van reserveren. Ik heb het spel eerder gespeeld en het was zeker een beetje als zoals hier wordt beschreven. Maak ze even een grapje. Wow, rustig aan. Ik geloof dat ik de aarde een klein beetje op schudden. Maak zeker geen grapje. Jullie weten dat mijn humor crap is. Je zal het zeker kunnen vertellen als ik een grap maak. Oh, dat is zeker een goed idee. Zelfs al is het niet expres gemaakt. Hoe dan ook, blijf weg. Ik probeer zo hard om niet uit een dak te gaan. Niet zo snel, Kia. Ik moet gaan. Roet neemt vanaf hier over, toch? Hij kent dit gebied beter dan ik. Ik moet ergens anders aan de slag. Ik moet die Mimi veilig tussen krijgen. Dat was een broer van de rotsjaar waar we hier naartoe gaan. Zullen dat ik nu met jullie mee kan? James gaat weer in de winkel zitten en rijdt langzaam weg. Ze was zeker een welkom afwisseling. Een leuk meer. Niet zo uitzinnig als Tila en zeker niet zo niet zo werkbaar als broer. Ik vind haar wel aardig. Hopelijk krijg ik haar nog een keer te doen. Nou, je hebt het gehoord. Volgende. En blijf alsjeblieft dichtbij. Als je hier verloren raakt, dan kan ik je niet
weet het al een beetje. Want ik ben al, toen ik dit spel net had, ben ik heb ik een tijdje voor mezelf gespeeld. Toen ben ik al iets verder geraakt. En tot daar heb ik dus ook al de achievements. Dus pas vanaf het moment dat ik nog niet daar ben geweest, kunnen jullie nog geen achievements. Dus vandaar dat er ook nog niks in beeld is. Ik heb besloten om precies dezelfde route te volgen als ik die heb gedaan. Dus ja, zodat jullie precies kunnen meemaken wat ik heb gedaan. Nou, hier ziet het eruit dat je precies weet waar je heen moet. Ik weet zeker dat je deze berg doet. Ik zei dat ik er nooit was geweest. Het heet GPS Kia. Als we er zijn, ga ik niet meer naar binnen. Ik zal buiten wachten terwijl die binnen zijn. Ik zal misschien dood. Oké, jullie krijgen dat straks te zien. Maar ik weet dat die niet zo zijn. Dat zal waarschijnlijk nog leuker zijn. Ik wil nog niet dood gevonden worden. Nou, ik hoop dat jullie er plezier hebben. Het heeft zeker een niveau van volwassenheid nodig. Hey, dat is ruw. Ik dacht niet dat ruw is, Tia. Zeker nadat je al besloten hebt waar we heen gaan. Je hebt zelfs niet gevraagd naar mijn indruk. Whatever. Dat het gesprek wordt en gaan stoppen. Hij wijst naar een deur in een paar stappen verder is. Daar is het. A en B te zien. Nee, Stefan alleen niet nemen. En we proberen als je het niet doet, al te lang niet blijven. Oké, we moeten later terug naar het hotel. Ik zal hier voor jullie twee wachten. Wijs naar een stel bank in de buurt. Hij is zeker eerder weer geweest. Oh, weer alsjeblieft één keer. Stel mijn naam alsjeblieft niet aan het werk. Ik zal het zeker proberen als je het is er wacht eens even. Ik werk eentje. Voordat het moment voorbij is, het lijkt wel alsof hij in schaduw is. Omdat hij niks anders doet, loopt hij naar de bank. En na een pauze lopen we dicht bij de legendarische Kevin. Als we binnen zijn, ben ik geschokt van hoe chic alles is. Het ziet eruit alsof er een paar miljoen in deze plaats is geïnvesteerd. Ah, welkom vrienden. Hallo vriendelingen, welkom in Café Chat. Oh hey, we zijn hier om in Claire te zien. Hij staart met een snuifje. Het lijkt alsof hij bang is. Nou, hij zei dat dit een van zijn dromen was. Ik weet zeker dat het een beetje overdonkerend is. Oh, jullie zijn het. Ik wacht op jullie. Ik ben het, Eclair. Oh, ga weg. Ik kan het niet geloven. Ik dacht dat Kira alles van deze plaats wist. Hoe kan hij Eclair niet herkennen? Kom, ga snel zitten. We hoeven niet nog verder te staan. Jullie twee moeten zeker speciaal doen.
niet veel mensen kunnen hier gewoon naar binnen wandelen. Zijn hier soms beroemdheden? Kunnen we beter niet de waarheid vertellen? Niet na wat Roek ons vertelde met die. Neemt ons mee naar een driepersoonsgroep. Eén zijde heeft één stoel, de andere heeft een tweede. Oké, ik weet dus gewoon dat dit waar is. Ze neemt plaats op de zijde met eentje. Dat ziet eruit dat Kila en ik naast elkaar moeten zitten. Het lijkt wel alsof ze dwars door ons heen komt. Het lijkt wel alsof ze probeert uit te vinden wat ze met ons moet doen. Quiz time. Helaas, ogen worden groot van blijdschap. Het lijkt wel alsof al zijn dromen zijn uitgekomen. Laat mij eens iets grappigs bedenken. Oh, ik heb een goede vraag. Waarom zijn er alleen 3 stoelen? Ik kijk Kila verward aan. Hoe moeten we dit weten? Tijd voorbij. Oké, ik vind het jammer dat we niet zelf een antwoord hebben kunnen kiezen, want ik wist het. Oké, nu ga je leren. De vierde stoel is voor van slecht geluk, van ongeluk geven. Zoals de nummer 13 in het westen. Oké, dat is ook waar. Ze proberen het zo goed te vermijden als het kan. Maar de uitleg ligt in het Japans. De nummer 4 wordt uitgesproken als she. It's like, het lijkt een beetje hetzelfde als wanneer je dood zegt. Okay. Ze glimlacht en giechelt naar ons. Nadat ze dood zijn. Ik moet haar wel een compliment geven voor haar enthousiasme over alles. Nou, er is ook een andere leven. Van boven lijken het net kattenpoten. Dat is waarom we ons zelf het Café Chat noemen. Frans voor kat. Kijk eens naar jullie twee. Jullie leren. Er is zeker een betere uitleg. Ik hoop dat ze het ons zal vertellen in de toekomst. Ik dacht dat het praten over dood Kila wel zou afschrikken. Maar kijk eens naar hem. Hij is een pure extase. Wauw, je bent zo slim. Wat kun je ons nog meer vertellen? Oké, laten we een andere vraag proberen. Ik heb zo veel trucjes in mijn mouw. Oké, ik ben klaar. Deze. Dit meisje lijkt bijna niet echt. Ze heeft zoveel energie. Is ze een cafeïneboost of zoiets genomen? Laten we iets makkelijks proberen. Heb je een idee waarom mijn naam Eclair is? Oh, dat is makkelijk. Je bent zo zoet. Net als de pastry waar je naam vandaan komt. Fout. Het is omdat ik heel snel ben. Voordat ik me kan bevestigen, staan de schalen op tafel. Lijkt wel magische trucjes echt snel. Snel als de bliksem. Dat is de ware benaming van het woord Eclair. Dat is ook Frans als je het je afvraagt. Dus knip op en wijst hem naar de platen voor ons. Ze zijn laag als onigiri of rijstballen. Oké, tijd voor een echte uitdaging.
Ik heb deze vraag achtergehouden. Oké, laatste ronde. Rook weigerde om binnen te komen, hè? Oké, we gaan nu op een zo'n punt komen. Echt dat het zo dun is. Wat? Lijkt op dat hij zei dat hij dit jullie niet moest noemen, toch? Typisch Rook, zo gesloten als altijd. Ik weet wie jullie twee zijn. Jace heeft het me verteld. Zo, jullie kennen elkaar echt? Hij heeft niet veel verteld, hè? Hij lijkt alsof hij het idee van metacafés haat. Hij was zo achterdochtig. Nou, dat was het niet altijd. Eigenlijk waren we partners. Maar sindsdien is er lang verstreken. Oh, wauw. Wat is er gebeurd? Hoe zijn jullie twee zo uit elkaar gevallen? Ikters schuift ongemakkelijk op haar stoel naar oren verlagen. Is dit wat een metacafé moet zijn? Ik dacht dat mensen altijd energie hadden. Hardwork is echt super. Sorry. Ik heb gewoon wat flashbacks. Ik heb zijn naam zo lang niet gehoord. Het is alsof alle herinneringen terugkomen. Tranen vallen over haar wang. Zelfs de call van Jade was een totale verrassing. Het was zeker over mijn grens. Ik probeerde kalm te blijven toen ik jullie zag. Maar ik heb de tranen te lang ingehouden. Het lijkt wel alsof alles valt. Sorry, excuseer me, ik moet gaan. Ze rent weg zonder nog iets te zeggen, terwijl ze haar gezicht bedekt. Wat is er gebeurd? Wat hebben we gedaan? Ik ben echt totaal sprakeloos. Was hier komen een slecht idee? Het ziet eruit dat het haar soms een paar traumatische herinneringen heeft bovengebracht. Als dat echt zo was, dan voelde ik me vreselijk nu. Zullen we gaan? Ik weet echt niet wat we moeten doen. Dit is zeker niet wat ik verwachtte. Zoals ik net ook al zei, ik probeer precies hetzelfde te doen als wat ik zelf heb gedaan. Je zag hier ook net boven in het scherm. Your choice can change the flow of the story. Dus we gaan met haar praten. Ik zeg tegen Kila dat ik met haar ga praten. Hij moet naar buiten gaan en tegen Rook zeggen dat ik er straks zal zijn. Het ziet eruit dat niets vandaag zo gaat als verwacht. Maar ik kan haar niet zo laten, huilend. Oké, ik denk dat dat het beste is. We moeten niet allebei blijven. Ik zie je wel buiten wanneer je klaar bent. Kila rent naar buiten en ik kijk snel rond. Als ik zie waar ik Claire naartoe ging, zie ik een grote deur. Het heeft een cartoonachtige tekening of een kattenpoot erop geprint. Dat moet haar kantoor zijn. Ik ga er naartoe en ga langzaam naar binnen. Ik hoop dat ik kan oplossen wat er net is gebeurd. Wanneer ik binnenkom, zie ik dat Eclair over haar bureau hangt. Ze gaat een klein beetje op en neer. Ze is aan het huilen. Nadat er een paar seconden voorbij zijn, probeer ik haar aandacht te krijgen. Oh, hallo. Ik had niet gedacht dat je zou komen. Ik voel me nu zo'n ongelofelijke loser. Mensen moeten vrolijk en geweldig zijn. Is dat ooit met jullie gebeurd? Alles gaat perfect en dan bam. Iets herinnert je aan het verleden. Ik knik. Wie is er nou nooit
onplezierige flashbacks getrokken. Niet iedereen kan altijd zo gelukkig zijn. Het is gewoon, we waren zo dik met elkaar. En toen heeft hij me achtergelaten, zo ineens. Als de knip van een vinger. Weet je, ik ben er wel aan gewend. Mensen komen hier altijd maar binnen en gaan naar buiten. Maar ik had het nooit verwacht van mijn partner. Brooke en ik waren het sterrenduo of Akihabara. Hij was de nummer 1 gastheer in Tokio. Brooke was een gastheer? Dat past zo niet bij hem. Als hij het me verteld had, zou ik hem haast niet geloven. We waren hier elke dag. Mensen noemen ons het sterrenkoppel. Onze reservations waren elke maand vol. We waren niet echt een koppel. We moesten het gewoon zo spelen. Ik deed het voor de publiek, maar soms gebeurt het. Ik voel alsof het echt was. Het voelt allemaal zo gedesillusioneerd aan. Ik vertel haar dat ze niet aan het desillusioneren is. Ze heeft gewoon te veel druk gegeven op iets wat bijna niet echt was. We waren altijd een perfecte koppel. Het is zo makkelijk om jezelf te verliezen in een fantasie. Zeker eentje waarbij je zo gelukkig bent. Maar toen gebeurde het. Gebeurde het? Ik kan het niet zeggen. Het is zijn probleem. Maar hij begon afstandelijk te doen. Niet te zeggen dat ons werk daarna achteruit ging. Maar hij vond veel meer plezier in zijn tablet. Gasten gingen elke dag klaar. En niet snel daarna stopten ze helemaal met komen. Op een dag kwam Brooke gewoon niet meer naar zijn werk. Ik was bang dat hij zichzelf iets aan had verergeren. Hij was heel erg. Ik heb hem elke dag gezocht. Maar op een dag moest ik hem zelf doen. Het was alsof ik een knop in mijn hoofd ging. Is dat niet raar? Dat alles niet zo. Dat je zo gepassioneerd over iets kan zijn. En het volgende moment lijkt het alsof het niks betekent. Het ene wat ons door laat gaan, het houdt ons levens bij elkaar en dan komt het op niks neer. Is er een prijs voor de herinneringen die we houden? En wanneer we ervoor hebben betaald, vergeten we het gewoon. In dat geval kan de prijs eindeloos zijn. Café Chat. Ik probeer alles te fixen. Ik probeerde alles te fixen. Nieuwe campagnes, nieuwe gastheren, alles geprobeerd. Ik had geen idee dat ik haar zo erg problemen had. Maar snel moest ik nu toch de waarheid opnemen. Er was geen enkele manier waarop ik het zelf zou kunnen regelen. Dus ik moest een telefoon krijgen. Ik moest de deur sluiten. Maar voordat ik ze goed sloot, zag ik een envelop op de stoep van het café. Dat mijn naam met een handje.
Snif nog één keer en laat dan het nog geen pas zien. Dat is een check van me. Dat is al het geld dat ik nodig had, en meer. Ik kon hier mee een cafeetje zitten. Blij, blij dat ik stond op de zand bijhouden. Ik kwam met een brief die ik zelf geschreven had. Excuseerde zich dat hij was weggelegd. Hij vertelde hem dat hij jaren had gespaard. Hij ging samenwerken met een Jade. Ze gingen werken aan de carrière van popidolen. Wie was Jade, dacht ik. Nieuw ik? Weet je, het is allemaal zo in strijd. Ik was zo jaloers, maar we waren nooit samen. Ik haat hem uit heel mijn hart, maar ik bedankte hem toch niet te hebben. Al deze herinneringen waren er aan de laatste. Ik kom met het telefoontje van Jade. Weet je, hoe jullie komst erachter geschreven. Ik heb ook met jullie beiden buiten gezien. Maar ik kon vertellen dat hij niet binnen wilde komen. Dat ze alles terug laten komen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het zo jammer dat ik jullie bezoek heb gepest. Staan bij mij, ik sta bij jullie in het krijt. Ik wou dat ik wist wat ik dacht. Ik denk dat hij me gewoon vergeten is. En toen gebeurde het. Hij heeft jullie bijna mijn café gezocht. Zelfs vandaag denkt hij nog steeds aan. Er zijn zoveel cafés in Tokio. Waarom zou het? Hij is verder. Ik denk dat het iets is wat ik nooit zal weten. Ik betwijfel zelfs dat hij hier ooit nog een voet binnen zal zetten. Ik pak de telefoon en leg het op de tafel. Vind je het erg om nummers te wisselen? Ik wil jou en Kila een echte sessie geven. Komende seconde wordt er onze informatie uitgewisseld. Ik strijd er niet tegen. Kila wil zeker terugkomen. Ik krijg Eclairs contactinformatie. Ik wil je vragen om nu terug te hebben. Geloof me, het komt wel goed. Ik sta zeker bij je niet. Vrees. Ik sta op en ga. Het was zwaar, zoals ik dat zou zeggen. Maar voor ik kan vertrekken, vraag ze me nog even te wachten. Ik vergeet je nog één ding te vertellen. De echte reden waarom ik drie stoppen zijn. Weet je, dit was één. De zijde met de twee stoelen. Was eigenlijk voor mij een toe. Maar toen hij vertrok, was ik alleen. Ik moest van zijde wisselen. We zouden niet langer samen menigte gaan maken. Ik wou gewoon dat je de waarheid wist. Het ziet en luidt ook niet zo snel van als dat ze zeggen. Hier ben ik dan, vast in het verleden. Ik heb een herinnering van zo lang geleden. Maar ik moet verder gaan, naar het werk. Totdat al deze herinneringen betaald zijn. En op één dag zal ik op mezelf zijn. Ze glimlacht nog één keer voordat ik vertrek.
Wanneer ik weer beneden kom, is Kila nergens. Ik neem aan dat hij... Ik neem aan dat hij buiten is met Rook. Ik ga naar buiten. Ik hoop dat ik niet verloren raak. Akihabara is groot. Ja, ik ga opslaan. En dat was ook meteen de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik kan jullie nu al vertellen, de volgende aflevering wordt heel, heel, heel erg spannend.